Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsubdate van BNP Paribas. Na een aarzelende start gaven de SP en Dow Jones 0,8% prijs. De Nasdaq volgde met een verlies van een half procent. Beleggers wachten af of de notulen van de Federal Reserve Bank vanavond voor ons naar beurs. Dan kan eventueel meer duidelijk worden of de huidige angst voor inflatie terecht is. En nu het cijferseizoen ten einde loopt, is de conclusie dat de bedrijven per saldo sterke cijfers konden presenteren. De euro staat inmiddels boven de 1,22 tegen de dollar. En De bitcoin dook voor het eerst in 14 weken weer onder de 40.000 dollar grens. De Japanse industrie had weliswaar meer geproduceerd, maar dat was wederom minder dan verwacht. Samen met de steeds sterke oproep de Olympische Spelen te schrappen, zit het de Japanse economie niet mee. De Nikkei gaf anderhalf procent prijs, en in China viel de Shanghai Composite een half procent terug. De financiële markten van Hongkong en Zuid-Korea bleven vandaag gesloten. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een redelijk lagere opening. En bij de maaltijdbezorgers wordt een hoog spel gespeeld. De overname die Just Eat Takeaway heeft gepland van het Amerikaanse Grubhub zou worden betaald in aandelen en wordt nu gefrustreerd door de concurrentie die in media melding maken van het opstarten van activiteiten in Duitsland. De sterke marktplaats van Just Eat Takeaway. Door de inmiddels fors lagere koers van Just Eat kan de geplande overname eventueel nog stranden. En Galapagos start een fase 4 studie voor filgotinip als middel tegen Reuma. Newways en VDL hebben een streep gezet onder de plannen van een eventuele overname. Er is te weinig synergie haalbaar. Op de agenda vandaag update van de ECB, inflatiecijfers vanuit de Eurozone, olievoorraden uit de VS en belangrijk notulen van de Federal Reserve Bank. Dan zien we DZ-bank Z Adyen opkopen. Sorry, op houden. Koersstoel 1850. KBC zet even opkopen, kopen. Koersstoel KBC zet Heineken opkopen, kopen. 95. En Barclays zet DSM opkopen, kopen. Berenberg zet tenslotte KPN opkopen Met een koersstoel van 3,25 euro. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.